Echt helemaal niks meer, man. Schoonlikken. Ja hoor. Maar zij is ook klein, hè? Ja, zij is gewoon, ja, dat vind ik wel heel erg. Dat is nooit een keer niet anders. Ja, die is ook niet zo groot, hè? Maar, nee, als ze zelf iets doet, ja, dat doet ze niet. Hij blijft er wel af. Het is prima. Niet doen. Foei! Stop daarmee! Nou, dat is ook heel logisch als het de eigen nest is, hè? Ja. Dat moet ook wel. Ze mag het ergens. Ja, maar dit lijkt me wel een normaal gedrag. Ja, die blaft. Vind je wel raar, hè? Oh, die is leuk. Wou ik die daar loopt. Die achterste? Nee, deze die hier... Die in voren kruipt, hè? Ja. Houd hem op, hier is. Doet niks. Het is goed. Het is goed gekeurd. Vorige keer heb je toch ook video namens gemaakt en toen was je ook niet zo raar. Ja. Het is dit. Het is goed. Wat is dat? Klaar. Nee, het is goed. Doet niks hoor. Het is goed. Het is goed, meisje. Hij blijft er wel af. Het is prima. Dus niet doen. Foei. Ja, hij doet een vreemdeling. Wat doet ze nou? Ze vindt het raar iets. Ja, ze ziet ze plat. Ze ziet... Wat ze nou aan de kindertjes doen. Altijd de meisjes het eerste. Nee, ja. Dat kan nog. Nou, dus vaak meer meisjes. Ja, omdat dat nog toevallig net zo opvalt. Nee, dat is ook. Is dat de eerste, hè? Dat weet ik niet. Ik zal eens op de rest even kijken. Hé, het gaat een temmetje in het kind. Dat is net wel goed, hoor. Nou, die heeft ze nog dicht. De waspleetjes. Hele witte. Nee, dat vind ik mooi. Ik vind hem meer witte mooier dan een het donkere. Er stond nog op papier. Ja. Er is een wit stuk op de kop. Ja. Maar deze vind ik ook wel heel lief. Kijk nou. Dat is een bijna allemaal. Ja, ja. Maakt het ook nog veel uit in hoe ze zich dan verder ontwikkelen? Nou, op de duur valt dat vaak wel weg. Dan, als ze dan bijgevoerd worden, dan... Ja. Zo, dat moet het nog geleerd worden, hè? Zo. Ik ga weer liggen. Ze vertrouwt het niet, hè, met ons erbij. Het is wel ongelooflijk makkelijk, hè, deze hond. Dat hij dat toe laat. Dat hij dat toe laat. Ja. Mooi met die kleuren. Ja, maar dat is ook. Hoe oud is ze? Ruim 8. Zo, dit is zijn oma. Dat is oma. Ze hebben veel lichtere ogen, hè, dan Oily. Ja. Ja, je kan wel gaan zeggen voor de telefoon, het is rustig en het is makkelijk. Ja. Ik ben braaf. Een braaf meisje. Tina? Iris. Is dat voor het eerst dat ik gedaan? Ja, dat is voor het eerst. Ja. Zou het wel langs vallen willen gaven? Maar dat laat ze toe. En dat. Daar bemoeien we ons dan ook niet mee. We kunnen drinken. Het is niet een hele grote. En zij is, want zij is alweer iets groter dan Iris? Ja, zij is 57 en Iris is duidelijk iets kleiner. Het mag ook hoor. Ja, het, nee, voor mij mag alles. Ja, officieel. Naar beneden en naar boven, mits de hond maar evenredig blijft. Dus alles in verhouding. Houding blijft. Riket, geef je zo wel even wat vlees. Ik zei al, anders nemen we haar wel mee, hoor. Wat? Wat? Moet je even goed naar me luisteren, zoveel geld heb je niet eens. Nee. Ik weet niet wat dat heeft, want ik denk dat ze een miljoen kunnen geven. Nee, hoor. Dat
meer. Mevrouw Bakker, je kunt wel een briefje schrijven, maar geef me weinig kans. Ik schrijf ook geen briefje. Ik zeg, wat heeft dat voor zin? Ik zeg, laat maar. Ik vind het ook niet... Ik zeg, maar dan leg ik het de kopers wel uit. Ik zie jullie toch vervelend wel doen. Oh ja. Nee, want er zit achterin zit een brief in. Zit die daarin? Ja. En dat is oogonderzoek. Dat is oogonderzoek. Oh ja, hoe is dat? Goed. Er is ook niks aan de... Nee hoor, er is niks meer aan de hand. Nee, ze heeft schitterende ogen. Maar dat stond ook nog in het boekje, want over die ogen. Ja, twee soorten ziektes, zeg geloof ik. Ja, nee, en dit heb je. Kijk. Oh, wacht, kijk. Dat is... Jongen, er staat even van die vieze boterhaal. Oh, dat zal je precies gaan zijn. Zul je die echt moeten afleren dan? Stop! Maak er ook helemaal op. Helemaal op? Ja, was lekker. Was lekker. Dat zie je. Je wil de slaap uit de ogen halen, hè. Moet je een beetje beter poetsen. Bewassen, hè. Hier. Hier. Dit thuis, ja. Kijk, dat blijft de hupenlopjes. Dat vindt zo lief als ze tegen je aankomt. Ik kan er gewoon niet uit dat ik je niet voor jezelf wat ik wil. Nou, ik wil jou. Hoe gaat het met jouw wens, hè? Ah, prima. Ja, de operatie is naar wens verlopen. Zes en kogels zijn voorbij. Het wacht is nu op hoe je zich herstelt. Maar ik voorzie geen verdere complicaties. Mooi. Ik heb gehoord dat je hebt geassisteerd. Ik heb Nee, maar ik denk dat tot deze man wel rekening moet hebben. Ik wil eens even door de bank op zoek van de laatste deel lopen. Ja, precies. Nou. Hey! Eindelijk wakker. De operatie is geslaagd. Waarom zijn jullie allemaal om mij heen?
Zit hij? Nergens is hij. Is een bandje zo helemaal leeg? Ja, ik vind het wel rustig hoor. Ja, zeg maar. Alles zit onder meteen. Je moet proberen om die bandjes alleen voor Woutertje dan te bewaren. Dus, kan dat? Ja. Maxhalen van de crash. Van de hondenkamer. Kijk dan, de crash. De crash. Dat we wachten met de hond. Nou, dat je. Hé, hey, maar dat is Max niet. Echt lieverd. Oh, wat is dat een vet. Oh. Zit hij daar te wippen de hele dag? Kijk. Oh. Ja, het is goed, schat. Oh, oh wat leuk. Zit hij, zit hij met die andere drets op het reis? Want het lijkt Milo wel. Nee, toch, hè? Het zou toch niet waar zijn? Oh. Ja, het is goed. Het is ook een hele ruige, gouden boef. Oh. Ja, 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 ja. Ja, als het regent, hè? Komt wel. Nou, voorzichtig. Goed.
Kom maar. Kom maar, Max. Max, kom maar. Oh, wat we weer geweest is. Ja, ja, ja. Dit is een leuke hond. Luister goed. Ja? Een beetje dominant. Hey, hey, hey! Dus dat. Nou, Ed, waar zit je nou? Ik zit bij ergens op een boutkeet. Nee, hoe heet het hier? De Heining. Hè? Heining. Heining? Heet dat zo hier? Ja, dat is tenminste een straatnaam. Ik zit bij de Bouvier Dressuurclub. Bouvier Dressuurclub. Nou, ik bij de Bouvier Dressuurclub. Dat is goed voor de opvoeding. Ik ben namelijk heel bang voor honden eigenlijk. Oh. Of ik was. En Wouter had honger. Ja. Dus dan doen we het op de Bouvier Dressuurclub met z'n allen. Ja. Maar zullen we gewoon de volgende keer, kun je dan niet beter gewoon de kindercrashes proberen? Of? Het is de hondencrash namelijk, we zitten helemaal verkeerd. We doen het allemaal in één moeite doen. Ja. Ja, kan je dat ook niet erbij doen? Ja, dat is ook. Ik niet, dus tegelijk. Ah. Ja. Heb je gewoon die tuinslangen zo lastig? En de volgende drie. En je met oké, floot. Ja, maar je had hem net strak. Dus en als hij strak gaat, dan corrigeer je hem. Hij mag dus binnen het gebied van jouw lengte van je lijn blijven, maar die moet wel strak. Iedere keer als hij strak zit, strak komt, dan geef je hem een kop. En dan nemen we maar één kant. Ruik mijn koekjes. Zo. Ik heb ook koekjes. Daar,
Oké, zijn kabel onder de universiteit? Oké, beloningen zijn dus nou geen kopje. Kijk. Oh, wat leuk. Wij hebben een probleem met de bal, daarom is een bal goed. Hij wil hem vaak niet loslaten. Ja. Het is de bedoeling dat de hond moe is en dat wij straks de prins stoppen huis. Max. Ja? Oh, wat mooi. Oké, en meneer Spence. Wat is hier, Max? Alles. Je mag wel een beetje in de deur redden hoor, dan gaat het niet om. Maar probeer niet te... Max, ja goed. Kijk, dat wil hij dan niet, hè? En de, als we hem los hebben, dan wil hij dat wachten op aankomen. Goed. Als we hem los zijn, dan... Ja, ja. En dat doen jullie ook graag. Nee, we hebben geen zin in. Gelukkig. Maar er is een speling, niet veel. Nee. Ja, in huis wel. Ja, met spelen. Er is één ding wat ik wil zeggen over spelen met ballen. Doe ballen in sokken. Dan heb je ballen onder controle. Dat is handig. Ja? Doe een nee, bal slim, dat wist je in een oude sok. Dan kan een bal al heel lang, maar hij vindt het toch niet leuk. Stel, je bent hier aan het spelen en die bal omhoog naar een andere hoogte. Die komt er net aan. Dan heb je alweer reden van met jullie. Hij wil absoluut spelen. Heb dat goed? Ja, ja. Of weet het wel, ja, maar hier is het heel lang. Spelen? Gooi dat niet gewoon in de kamer. Dit uur rond heb je overal mee speel. Dan is het helemaal even alles wat ja? Ja, zij spelen natuurlijk met z'n drieën. Ja, dat is het grote nadeel. Ja, was ik opgegroeid met zijn zusje, hè? Kleine tijd. Dus dat is helemaal... Dus dat maakt het voor jou alleen maar veel moeilijker. Maar nu doe ik die tweede op de kamer uit en dan wil ik er al ineens. Oké. We gaan zo meteen even met de honden spelen. En als ik ja zeg, dan is het de bedoeling dat alle honden hun speeltje loslaten. En dat de baas dus met het speeltje staan en de honden dus niet meer hebben. Ja? Kijk hem. Dat is voor avond heel makkelijk. Nee, dat is niet. Die is net gegeven door Kees. Dus ik weet niet hoe die heet. Ja, heel kort, maar even. Maar daarna wil ze dus niet meer spelen. Kijk, ze wil altijd spelen. Ja. Kijk, dus dat kijk dat Max. Max. Ja, nou ja, gegeven. In haar op een wijze. Zo, los. Ik heb ook gezegd, stop mij toch laat hij sneller los, Aldo. Zit. Nee. Zit. Omhoog. Als je hem wil laten zitten, moet je hem omhoog corrigeren. Zo? Zo, ja. Dat is het. Eén keer. Vaak heb ik zit moeten zeggen. Eerste keer, twee keer, dan drie keer. Oh. Hey, Max. Kijk. Max, kijk. Oké, honden naar zit. Bos. Zit. Nee. Bos. Zit. Oké. Zit. Hij zit wel, maar hij heeft totaal geen interesse voor haar, want hij zit gewoon naar de restenkamer. Ja? Dus alle aandacht is voor de hele omgeving, alle andere honden, maar niet voor jou. Ja, en dat is iets wat we willen proberen te bereiken, dat de aandacht voor jou is. Zij is een beetje onder de indruk, dus zij kijkt een beetje weg van de groep, want ze heeft zoiets van, daar wil ik eigenlijk niks mee te maken hebben. Maakt op zich niet zoveel uit. Alleen, als je wat beter contact met haar zou hebben op dit moment, zou je er nog wel bij jou... En dat ze zich veilig voelt. Hij zit redelijk netjes, hij zit naar jou te kijken, tenminste naar jou te kijken, maar hij zit in ieder geval in contact. Je moet er maar eens op letten, dat zijn hele kleine dingetjes, maar het feit dat jouw hond dus gaat zitten en daarheen gaat zitten kijken, zou, als het mijn hond zou zijn,
zou mij dat vreselijk irriteren. Want hij moet naar boven, naar want mij. Want ik sta hier te springen en met een balletje te rommelen. En ik neem een vrije middag en dan zit verdorie naar alles en nog wat te kijken. En ik sta hier voor Pieter Schoot. Oh. Dus dat zijn kleine dingetjes waar je eigenlijk wel op moet letten. Want daardoor geef je me... Daar blijf in beweging. Kijk, Max. Als je dan stil blijft staan, dan geef je die hond de gelegenheid om te gaan snuffelen ergens. Terwijl als je gewoon in beweging blijft... Oké, dan pak je je speel en dan probeer je hem naar je te laten kijken. Max, wat ik heb? Max, kijk. Max, blijf in beweging. Max, kijk. Max, kijk. Zit. Max, kijk. Ja, spelen maar weer met hem. Oké, knijp hem in zijn voorpoten. Dat is netjes. Oké, dan geef je hem de bal daarvoor. Zo. Maar die geef je niet van kijk eens. Maar ready, steady, ready, steady. Yeah, good girl. Woo, clever. Oh, maar ik dacht dat ze moest blijven, dat hij moest blijven. Ja, je geeft hem het commando zit. Dat heeft hij gedaan. En dan beloon je hem. Oh ja, maar dan mag hij weer vrij. Dan mag hij weer vrij. Nou, Max. Eén. Ja, achteruit. Hou bij je. Kijk, Max, kijk. Max. Goed zo. Nou, doe je nog een keertje. Doe je net alsof je hem gaat gooien. Max, nou. Max. Ja, maar van Etta. 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 Etta, dan ga je met hem spelen en dan ga je hem in zijn voorpoten knijpen en dan in zijn nek bijten en dan ga je hem uitdagen voor het spel. Zonder de bal? Ja, je houdt de bal gewoon in je hand. In zijn voorpoten. Ja, kijk, dit. Jessie, ready, steady, cricketje, cricketje. Yeah, yeah. Het is leuk, Max. Oh, dan loop je achter hem langs en dan knijp je hem gauw in zijn kont en dan ren je gauw weer weg. Hey! Yeah! Oké, wat is je bal? Gooi je bal voor hem. Gooi hem gewoon weg. Ja, pak hem maar. Max, kom maar. Goed zo. En probeer hem weer uit te dagen. Pak de bal van hem af. Onder het spel pak je gewoon de bal uit zijn bek en weer spelen met hem. Hey! Catch you! Catch you! Oké, hou de bal omhoog. Is de bal? Zit! Zit! Ja, gooi je de bal! Woe, good boy! Gaan we weer plagen. Yeah! Oké, doe het. Gooi de bal voor hem. Dat is goed. Knappe hond. Nou, gooi je de bal. Joe. Ja? Zie je? Nou ja, je kan terugzien op... Zie je het? Voel je het verschil? Ja. Het kost een beetje inspanning van jezelf. We doodmoe. Ja. Het zitten is in eerste instantie gewoon heel kort. Het gaat gewoon om het zit. En naarmate dat beter gaat en je een makkelijker opkomen kan pakken voor te spelen... Dan laat je hem straks wat langer zitten. Maar met langer, dan praat ik over 5 seconden hoor. Ik bedoel geen 5 minuten. Want dan verliest hij weer de interesse in je. Maar met een brokje, wat ik dan in mijn zak heb, hoef ik maar zo te doen. Zitten en liggen. Ja. Dus dat kan niet wel. Ja. Maar je wil nu proberen vanuit het spel. Ja? En omdat hij daar toch wel wat meer aandacht voor je probeert te krijgen. Dat is eigenlijk de bedoeling. Ja, maar het is echt het contact. Ook als hij het niet. Ja. Maar je doet dat heel kort. Doe dat gewoon heel kort. Ja, dus je doet dat 2 keer per dag, 3 keer. Zo dit spelletje? Ja, zo'n spelletje. Dat kan. En een kapje er gewoon mee. Oké. Okay. Ja? Ja, oké. Okay. De volgende. Nou, het is een sportdagje. Zo zeg.